We zijn hier bij het Denby Korba waterpunt. In de vijver hierachter, die zul je zo zien, vangen we allemaal water op, wat in regenseizoenen valt. Maar er heeft al langere tijd niet meer geregend. Dus mensen uit de omgeving die komen deze kant op om hier water voor hunzelf te halen en voor hun dieren. Dus je ziet hier de veestapels komen, die vaak mager zijn, omdat er echt niks groens meer is. Hooguit nog iets groens aan de bomen, maar dat is eigenlijk geen eten voor de koeien. Mensen worden geholpen door onder andere organisaties als Dorcas met soms voedselpakketten, maar vooral ook met deze waterpunten, waarmee we op een duurzame manier ervoor willen zorgen dat mensen ook in de toekomst schoon drinkwater voor vee en voor hunzelf blijven houden. Eerst liet ik jullie zien waar de dieren hun drinken halen. Nou ja, dat gaat over deze pond. Dit is de Denby waterpond. En deze pond stond voor 8 maanden geleden helemaal vol. Maar nou, daar zie je het, is het droog. En dat komt simpelweg omdat alle mensen uit de hele omgeving hier naartoe moeten komen.